sta ik op het voetbalveld na de training van een uur. Stap ik gauw op de fiets naar huis, want mijn moest die dan aan de frituur. Rie ik terug, zo hard ik kan, niks anders meer naartoe. Maar niemand, nee echt niemand, bakt de patat zoals mijn moe. Wie haalt niet bij de snackbar, daar is het ook een slappe hap. En bij ons hier in de kroeg is het eten ook een grap. Maar wat er ook gebeuren zal, ik weet wel wat ik doe. Maar niemand, nee echt niemand, bakt de patat zoals mijn moe. Want niemand, nee echt niemand, bakt de patat zoals mijn moe. Frikadellen, kaas of vleeën, bami schept een ketje uit de muur. Een bami bal, een biraap, een kikhoorn en een snik zo gaar, waar is die rommel toch duur? Braadworst, lumpia, picanto en een eierbal en ook nog wat verroel. Nasiban, hamburgers, dat heet je Mexicano, maar patat, kom van mijn moe. Frikandellen, kaas of vleeën, bami schuifpakketje uit de muur. Een bami bal, een beraap, een kikhoorn en een schnitzelgang. Waar is die rommel toch duur? Braadworst, lumpia, picanto en een eierbal en ook nog wat verroe. Nasiban, hamburgers, dat heet je Mexicano, maar patat kom van mijn moe. Want niemand, nee echt niemand, bak de patat zoals mijn moe. Want niemand, nee echt niemand, bak de patat zoals mijn moe. Ja, ja, mijn moe. Hey, je verdomme die mayonaise op, maat.